En dank jullie wel dat jullie hier zijn. Ik ben een hacker. En ik zie nou jullie kijken alsof jullie denken, oh, dit is hartstikke eng. Maar ik ben gewoon een hacker. En een ethisch hacker, wat je heel vaak hoort, is eigenlijk een beetje jammer voor ons. Want waarom moeten wij nou ethisch hacker zijn, terwijl wij gewoon enthousiaste hackers zijn? Wij houden van dingen openbreken. Wij houden van dingen anders gebruiken als ze bedoeld zijn. Wij denken een beetje anders dan de rest van de wereld. En dat vinden we hartstikke leuk. En vroeger was het woord hacker ook gewoon een positief woord. Maar helaas, tegenwoordig, de media maakt er iets negatiefs van. Laten we gewoon in het vervolg zeggen dat hackers positieve, blije mensen zijn. En dat criminele hackers gewoon zijn. Weet je? Dus dat is een beetje het verschil tussen een hacker en een ethisch hacker. En we gaan het in hebben over tactieken die hackers gebruiken. Zowel ethisch hackers als criminelen uiteraard. Wat je vaak ziet is dat een ethisch hacker iets leuks bedenkt en dat een crimineel er daarna misbruik van maakt. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus ik laat jullie een paar tactieken zien en daarna zal ik ook terugkomen op een manier waarop de goede hackers, dus de ethische hackers, de blije hackers, jullie kunnen helpen. Dus ik hoop dat jullie er even bij blijven. Ik heb ooit Trump's accounts gehackt, ja, samen met wat vrienden van mij. En dat kwam omdat zijn wachtwoord in een data breach zat. Dus dat houdt in dat een website waar jullie op ingelogd zijn, die is gehackt. Jullie wachtwoorden staan daar hopelijk versleuteld in, maar mensen proberen dat te kraken. Nou, hoe je dat kraakt, kom ik straks ook nog even op terug. Dat is eigenlijk heel makkelijk, net als hacken. Alles is makkelijk. Maar in dit geval gaan we wachtwoorden bekijken. Want je hoort heel vaak dat je wachtwoord misbruikt wordt en dat is natuurlijk hartstikke eng. Maar ik ga jullie een leuk trucje leren, als jullie dat leuk vinden, wat je kan gebruiken op feesten en partijen. En dat werkt als volgt. Je gaat voor iemand staan en dan zeg je, ik denk dat ik jouw wachtwoord weet. Ja? En dan ga je beginnen en dan zeg je, jouw wachtwoord begint met een hoofdletter. Ja? Dan komen er 4 kleine letters. Dan 2 cijfers en een uitroepteken. Dit is wat er gebeurt. En wat zeggen de mensen dan? 60-65% zegt, hoe weet jij mijn wachtwoord? Want dat gebeurt. 60% van alle mensen heeft zo'n soort wachtwoord. En waarom? Is dat de schuld van de mensen? Nee, dat is de schuld van de sitebouwers. Want elke keer als jullie ergens inloggen en je moet een nieuw account aanmaken, dan staat daaronder, je wachtwoord moet bestaan uit een hoofdletter, kleine letters, 1 of 2 cijfers en een leesteken. Dat is wat er gebeurt. Daarom kunnen wij ook heel snel wachtwoorden kraken, omdat over het algemeen mensen letterlijk doen wat er staat. Dus daar moeten we vanaf. We moeten gewoon goed nadenken. We moeten inderdaad lange wachtwoorden gebruiken. Wachtwoordzinnen, kunnen jullie dat? Dat is fijn. Want dat is heel moeilijk voor ons om te kraken. En ik laat nogmaals straks zien hoe dat komt. Wat je ook heel vaak ziet, is dat mensen qua security het wat lastiger hebben met oude dingen. En dan hebben we het dus letterlijk over scope. Ik weet niet of jullie wel eens van scope gehoord hebben. Maar scope is iets op het moment dat jij een website hebt of je hebt een product of wat dan ook en je wil het laten testen. En dan ga je naar een bedrijf toe en dan vraag je hack ons, want je moet dit testen. Dan zegt het bedrijf altijd, ja, wat moeten we hacken dan? En dan zeg je als bedrijf dit. Want dit is nieuw. Terwijl je als bedrijf dit als aanvalsfactor hebt. Heel veel bedrijven vergeten gewoon letterlijk hun scope goed open te zetten. Want het is zo zonde, een crimineel zal echt niet nadenken over het feit van, ja, als ik ga inbreken bij dit bedrijf, dan doe ik dat alleen op dit ene stukje waar ik nog naartoe mag. Die gaan alles pakken wat er te pakken valt. En als bedrijf wil je ook gewoon graag dat alles wat je als bedrijf hebt, dat gewoon getest wordt. En dat vergeten we heel vaak. En ik weet ook dat dat heel moeilijk is. Want ja, als bedrijf heb je niet onuitputtelijk geld om alles gewoon te laten testen. En mijn tip is dan ook altijd, kijk naar je kroonjuwelen. Dus ga gewoon kijken, wat is nou de core van mijn bedrijf? Op het moment dat dat een proces is of een server of een database ergens, begin met die te beschermen. Want op het moment dat je die beschermd hebt, stel dat je website gehackt wordt, is dat heel erg jammer, maar je bedrijf draait door. Dat zijn hele kleine tips om toch iets moois te doen. En wie van jullie heeft er allemaal wifi? Oh, leuk, iedereen heeft wifi. Is wifi veilig, denken jullie? Ik zie mensen nu al kijken, er staat een hacker. Ja, eng. Oh, trouwens, voor de informatie, ik ben niet Erik Corton, hè, voor de mensen die dat denken. Ja, weet je dat? Heel goed. Wifi op zich is hartstikke veilig, behalve als je jongens en meisjes zoals deze door je straat hebt rijden. Want wat we doen is, we proberen één specifiek pakketje van een wifi-netwerk af te vangen.
En dat is heel simpel. Op het moment dat iemand aanlogt op een wifi-netwerk, gaat er wat data heen en weer. En in die data zit eigenlijk de goedkeuring of je op het netwerk mag of niet. Als wij dat pakketje kunnen vangen, dan kunnen we proberen het wachtwoord van je wifi te kraken. We hadden het net ook al over wachtwoorden kraken. Nou, dat kun je dus heel simpel doen met een machine zoals je op het plaatje rechtsonder ziet. Daarin zitten grafische kaarten. Nou, die kennen we allemaal, want die gebruik je voor spelletjes. Maar die kunnen heel, heel erg goed rekenen. Dus op het moment dat wij een hele lijst met wachtwoorden hebben, kunnen die grafische kaarten heel snel elk tekentje in een wachtwoord proberen te raden. En op het moment dat je de rij goed hebt, heb je het wachtwoord geraden. Stel dat je wifi-wachtwoord nou 6 karakters is, duurt dat met zo'n machine ongeveer 1,5 uur. Dat is best kort. Als het 7 karakters is je wachtwoord, duurt het al 1,5 dag. En als het 8 karakters is, duurt het al 1,5 week. Tip, lang wifi-wachtwoord. Moet het moeilijk zijn? Nee, een wachtwoordzin is heel fijn om zo te doen. Daarnaast is het ook leuk om te spelen met wifi. Ik weet niet of jullie wel eens in een cafeetje zitten en dan gewoon daar op de wifi gaan. Ja, sommigen wel, sommigen niet. Wij hebben namelijk apparaatjes die elk wifi-netwerk nadoen. En als je een keer op vakantie bent geweest en je hebt je telefoon meegenomen en je hebt die gekoppeld aan een open wifi-netwerk, dan zoekt jouw telefoon af en toe nog een keer naar dat open wifi-netwerk. Stel dat je bij Kroeg van Klaas geweest bent, dan zal je telefoon af en toe zoeken naar, is Kroeg van Klaas wifi-netwerk hier? Wij hebben kastjes die zeggen, ja, dat ben ik. En vervolgens heb je een wifi-verbinding met mijn kastje. En dan ga ik bijvoorbeeld zeggen, we hebben het een paar keer gedaan, ik geef het toe, draai elk plaatje wat iemand opzoekt op internet 90 graden. Dat is echt superleuk als je in het café zit, want je ziet mensen allemaal zo de krant lezen. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. En daarnaast, een hele belangrijke die we altijd proberen uit te leggen, is social engineering. Weet jullie wat dat is? Social engineering. Dat houdt letterlijk in dat we gaan proberen mensen informatie afhandig te halen op verschillende manieren. En dat kan uiteraard door te praten. Dus stel dat ik me niet voorgesteld had nu en straks met jullie bij de koffie stond te praten, dan ga ik proberen zoveel mogelijk informatie over je bedrijf naar binnen te halen. En dat gaat soms best makkelijk, want mensen praten graag over hun werk. Mensen zijn standaard hulpvaardig. En op het moment dat je hulpvaardig bent, is dat voor een hacker heel fijn. Je kan dat op verschillende manieren doen, zoals ik al zei, gewoon praten. Maar ik kan jullie natuurlijk ook een phishing mailtje sturen. En jullie hebben ongetwijfeld allemaal phishing mailtjes gehad. En jullie herkennen ze allemaal, toch? Nee, helaas, helaas. En dat komt ook doordat mensen die phishing mailtjes maken heel goed zijn in wat ze doen. Ze kunnen namelijk tegenwoordig, als je kijkt naar de standaard phishing, bijvoorbeeld PostNL, gewoon gokken dat jij een pakketje krijgt. Want iedereen krijgt pakketjes. Dus op het moment dat jij op je werk een mailtje krijgt met, we hebben je geprobeerd een pakketje te bezorgen, maar we hebben je helaas gemist, dan is het heel makkelijk voor jou om te klikken op dat linkje om een nieuwe afspraak te maken. Wat raar is, is dat ze in één keer het e-mailadres van je werk weten. Dat is toch gek. Daar denken we dan niet over na. En er zijn tegenwoordig ook phishers heel slim die er dan onder zetten, om in te loggen om je pakketje te wijzigen, moet je deze security code invullen. En dan staat er een uniek nummer. Doordat dat er staat, hebben jullie een soort moment dat je denkt, het is extra veilig, want ik heb een extra code nodig om in te loggen. Het is allemaal psychologische spelletjes. Dus probeer daar gewoon op te letten en probeer dat soort dingen te voorkomen. En dan heb ik nog een vraag voor jullie. Wie van jullie denkt dat focus belangrijk is als je in security zit? Een paar mensen, heel goed. Dan ga ik jullie een grappig verhaal vertellen, moet je eigenlijk niet verder vertellen. Maar er was ooit een hotel en die had wat nieuws. Die hadden namelijk bedacht dat een pasje niet meer handig was, maar dat je als je incheckte een app had op je mobiele telefoon. Dat je dan een code kreeg en dan kon je met je mobiele telefoon je hoteldeur openen. Dat is hartstikke handig, dan heb je geen pasjes meer nodig. En ze hadden dat super veilig ontwikkeld. En dat is hartstikke mooi, want veiligheid is super belangrijk. En om dat te vieren hadden ze hackers uitgenodigd en ze hadden de pers uitgenodigd. En daar zaten dus wat mensen en zeiden ze, we gaan een dag lang proberen ons systeem te hacken. Mocht dat lukken, kan niet, want we hebben het zo veilig geprogrammeerd dat wij kunnen laten zien hoe mooi het is aan de pers. Ze hadden mij ook uitgenodigd, achteraf niet zo handig. En ik kom daar en er zitten wat mensen in pak en ik zeg, wat is de bedoeling van de test? En zij zeggen, nou, we hebben een hele mooie secure app gemaakt en daar krijg je code in en daarmee kan je de deur van het hotel hier openen. Ik zeg, dat is mooi, maar wat is nou het uiteindelijke doel van de test? Nou, toen keken ze elkaar aan, toen begonnen ze weer over die app, dat die zo veilig was en zo mooi. Ik zeg, volgens mij is het doel van de test dat ik de hotelkamer binnenkom.
zeiden, ja, dat is de bedoeling van de test, maar dat gaat niet lukken, want we hebben een hele veilige app gemaakt. Oké, prima. Ik zeg, nou, ik heb wat meegenomen. En dat was een 70 kilo vismagneet. En ik hou die vismagneet tegen het slot van de hoteldeur. Ik wiggel een beetje en klik, de hoteldeur gaat open. Het eerste antwoord van die mensen was, dat was niet de bedoeling. Ik zeg, nee, precies. Maar dat is wel je probleem. Als mensen focussen op zo'n klein stukje van security, dan vergeet je alle dingen die erbij horen. En dat is ook wat ik heel veel bedrijven altijd meegeef. Security is superbelangrijk, maar het zit overal. Het is niet alleen je ingang van het internet. Het is niet alleen je voordeur. Het zit overal. We zijn zo vaak bij bedrijven binnen geweest waar een hele stalen deur zit voor de serverruimte. Maar daarboven zit een systeemplafond. En dat steen gaat niet hoger dan een meter boven het systeemplafonnetje. En dan kun je er alsnog gewoon overheen en naar binnen. Dat soort dingen moet je gewoon over nadenken. En wij vinden dat leuk om dat te achterhalen natuurlijk. En dan uiteindelijk krijg je altijd de vraag van, ja, als we deze dingen allemaal een beetje onder controle hebben, zijn we dan veilig? Nee, helaas. Je kan nooit 100% veilig zijn. Op het moment dat ik onbeperkt middelen heb, onbeperkt geld, onbeperkt mensen, dan zal ik alles kunnen kraken wat er is. Omdat je gewoon doorzet, doorzettingsvermogen hebt en gewoon de techniek hebt om alles te doen wat je wil. Dus echt 100% veilig ben je niet. Maar wat je wel kan doen, is heel veel dingen die zorgen dat je gehackt wordt, voorkomen door de hacker community aan je te binden. En dat is best makkelijk. We hebben namelijk in Nederland sinds 2013 een responsible disclosure beleid. Dat heet tegenwoordig CVD, Coordinated Vulnerability Disclosure. Maar dat houdt letterlijk in dat je op je site een statement hebt waarin gewoon staat, op het moment dat je wat vindt op mijn site of in een van mijn producten, meld het ons. Doe geen rare dingen, download niet te veel data, maar hou je aan specifieke spelregels. En als je dat doet, gaan wij met je in gesprek en we gaan je niet vervolgen. Dat is alles om te zorgen dat ethische hackers die gewoon thuis zitten, rustig bij jullie bedrijf gaan kijken of ze iets kunnen vinden. Jullie kunnen waarschuwen, want daar zijn ze trots op. Als ze wat vinden, hebben we iets gehackt, zijn we echt super trots op. We willen dat graag melden. En het werkt. De Nederlandse overheid heeft het. Als je bij de Nederlandse overheid een goede melding doet, krijg je een t-shirt. I hacked the Dutch government and all I got was this lousy t-shirt. Echt superleuk. Als je de RDW hackt, Rijksdienst Wegverkeer, krijg je een nummerplaat. En daar staat op hacker. Superleuk. Toen wij die kregen, gelijk bellen. Mag die op de auto? Nee, helaas. Dus probeer, dames en heren, gewoon mensen, hackers, bij je te trekken. Knuffel af en toe een hacker, want heel veel hackers zijn echt hartstikke lief. En zorg gewoon dat je een beetje veiliger bent als de rest, want dat helpt je gewoon een heleboel. Dankjewel.